Goedemorgen! Wat bijt u met mijn schatje? Oh mijn god. Kip, peper, zout. Asian food, toch? Ja toch? Ja. Yes, daar gaan we dan. Richting de club. Vandaag tegen IJsselmeervogels. En ja, ben benieuwd maar een mooie club om tegen te voetballen. En let's go. Oh ja, dit is mijn, mijn trouwe viervoeter. Hè? Deze boy gaan we al een paar maanden naar de club. Daar zijn we dan. Hier gaan we straks spelen. Kijk, de mannen zijn nog even bezig met dit veld. Sowieso. Kom maar aan. Het is een voetbalclub, hè? Dus het leeft. Dat is Dave. Pak aan Dave. Ik weet het zelf. Lekker met jou? Ja, sowieso. Rustig, kijk hier. Via de visio binnen. De mannen zijn altijd bezig. Kijk hier. Dat is Ari. Hallo, boys. Ga je straks nog terug zien komen. Ben. Oh ja. Ben ook. Ben. Kai. Hey, maat. Sowieso. Als we ze aankomen, dan gaan we even naar de bestuurskamer. Joey. Arne, sowieso gaat smoken. Arne gaat smoken. Frankie, sowieso. Dit is mooi toch? Dit is mooi trouwens. Ja, tuurlijk. Ik ben aan het horen en vloggen we. Maakt niet uit, we gaan gewoon door. Over de boys, ja tuurlijk. Wat is die Tory dan? Wat is die Tory? Wat is die Tory? Oké dan, ja sowieso. Gaan we naar binnen. Moeten we trainen ook doen? Gaan we trainen ook gewoon. Niks te maken. Trainen zijn. Een van de leukste die er is, man, jeugdvoetbal. Daar heb ik een beetje van kunnen genieten. Het is natuurlijk veel voetballers voor je wil dit doen. Maar voor de mensen die niet voetballen of geen voetballiefde hebben, er is één plek waar elke voetballer zich voorbereidt mentaal op de wedstrijd. En dat is deze plek. De plek waar de laatste voorbereidingen worden getroffen voor de wedstrijd. Ja, ja. Als je oud wordt, moet je tegen. Toch, Arie? Ja. Je bent stil vandaag, man. Altijd. Wat? We gaan vanavond. Lekker, genieten, man. Gewoon een lekkere pot spelen. Genieten, dat is die Tory. We gaan genieten. Belangrijk. Wat gaan we doen, Sadis? Wat gaan we doen? Hallo, wat is dat? Wat zeg jij? Wat is dit? Wat is dit? Oh, 2-0. Oké, stop. Joey, wanneer was je laatste doelpunt? Voorbereiding. Vorig jaar bedoel je? Nee, dit jaar. Oh, oké. Okay. Wanneer was je laatste competitie doelpunt? Vorig jaar. Ja? Wanneer was het? Ja, ik weet het ook niet meer. Ik ook niet. Maar sluit uit. Wanneer is je volgende doelpunt? Dadelijk. Vandaag, dat is die story. Vandaag, we komen zo terug. Ook als je niet prikt. Let op, je zit druk op. Vandaag prik je, hè? Tafel. Wanneer ben ik aan de beurt? Ik heb nog 7. Twee? Ja. Wacht op deze man. Nou. 2 man? Wie is dit? Is hij een van die 2? Ja. Vertel de mensen even hoe oud je bent. Hou je bek, je bent 18 jaar, man. Ik ga mijn shirt pakken. Ciao. Je hoeft niet te rennen, Boerak. Je hoeft niet te rennen. Je hoeft niet te rennen. Waar ga je? Waar ga je? Oké, maar waar even bezig? Als ik kaartjes wil, dan moet ik altijd bij Jaap zijn. Jaap, mag ik vandaag 2 kaartjes van jou? Ja, maar je bent nu nog fit. Loop je zelf naar Sander? Nog fit? Doe ik het. Nog fit, zegt hij? Ja. Oh, waar is Sander? Oh. Oké, ik loop even naar Sander toe. Geen probleem, dankjewel. Ik weet alles van jou. Ze staat, ze zit al daar. Dankjewel. Nou, blijkbaar moeten we dus even zelf naar Sander toe. Maakt niet uit. Geen probleem, ik heb gelijk. Een beetje tempo maken, want ik moet nog verzorgd worden. Dus, hey, hoe is het? Kijk. Deze mannen zijn ook belangrijk, hè? Stewards. Ja, allemaal belangrijk. Ja, maar dat mag ook best gezegd worden, toch? Ja, oké, dat is Sandra. Hoi Sandra, ik moest vragen of ik 2 kaartjes op mijn naam op vandaag. Mag dat? Ja, graag. Ja? Ja. Ze
zouden misschien met z'n drieën komen, ik denk met z'n tweeën. Ja? Ja, het is allemaal voor de naslag. Ja, maar. Bravo! Hou voor de dame. Ik vind het goed. Ja? Super bedankt. Dankjewel. Oké, dan gaan we weer. Dankjewel. Hoi. Nee, zo zie je maar hoe makkelijk dat geregeld is. Gadget, jij zit even in muziek, Gert? Is van jou? Nee. Jouw muziek? Ja, zo'n type muziek. Maar het is netjes. Maar Patty, hoe laat komt die techno? Huh? Hoe laat komt die techno? Ik weet dat je dat kapsel nu netjes hebt. Nu? Ziet er een stuk beter uit, man, jongen. Nee, 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 nee. Laat Gert nog even genieten. Hij doet maar gewoon wat hij wil, deze jongen ook. Nou. Dat is toch niet normaal? Dat is niet normaal. Gert, zet dan maar die techno gewoon, hoor. Lekker is de pop. Ga mij even wat harder zeggen. Verloren, gevallen op mijn schouder. Ik heb niet heel veel zin meer om te vloggen, maar ik ga hem wel even afmaken. Wilmer, ik denk maar een biertje. Toch maar een biertje. Ik ben niet echt vooruit te branden meer, my boys, maar ik maak nog wel een paar momentjes zo, maar ik heb zo'n pijn. Wilmer. Ja, dat is voor die NNF toch, een beetje vloggen. Alles bij elkaar, maar ja, ik heb hoofdpijn, ik heb pijn, ik heb alles. En we hebben verloren. Het is maar 10 minuten. Na de wedstrijd moet die jongens altijd in de bar die staan. Maar hij doet helemaal niks. Wat ben je nou aan het doen? Deze mensen willen bestellen, Rutger. Ik ga bij hem bestellen, hoor. Hij wil. Wil, wat vind je van? Hij doet helemaal niks. Ongelooflijk, zeg. 3-2 verloren. Tweede nederlaag op rij. 3 wedstrijden niet gewonnen, Jamie. Geen woorden, man. Laatste minuut. Stabiele man van de beveiliging, jammer. Pak niks te doen. Hij laat niks te doen. Heb je die wedstrijd een beetje gezien? Tuurlijk kijk ik, maar ja? Vandaag had ik beter mijn ogen dicht kunnen houden. Ah, je hebt gelijk ook, man. Je hebt gelijk, man. Jammer, man. Verloren vandaag, jammer. Ik vind het niet anders. Dinsdag volgende week. Man. Dinsdag Groningen. Gaan we het recht zetten, ja, dinsdag gaan we weer alles recht te zetten voor die beker. Na de wedstrijd even altijd naar de business club. Maakt het dan niet uit dat ze filmen en voetballen. Ik zie ze al kijken. Soppie is hier, hè? Je ziet Soppie. Maar het is wel gezellig. Leuk. Maar wel verloren, dus de sfeer is een beetje minder. Maar ja. We zijn nog aan het vloggen even toch, voor die laatste dingen. Ja, fakker. Barendrecht ook hier. Waar zijn we dan? Waar zijn we? Ja, we zijn bij Feyenoord. Ja, fakker. Ja, we zijn allang. Ja, laatste vlog, laatste PC. Fred ook erop, Fred ook erop. Ja, wie is Fred? Fred van Feyenoord. Feyenoord, ja. Ja? Hé, ja. Hey, Dio even erbij. Ja. Zo. Bijna thuis aangekomen. Op zich wel een mooie dag gehad. Zonde van de 3-2 nederlaag. En kapotte schouder. Super veel pijn. Het is een beetje donker nu voor een vlog. Maar ik hoop dat jullie een beetje een beeld hebben gekregen van hoe een dag bij Capelle eruit ziet. En nou ja, wil je ook je vlog indienen? Of je verhaal delen? Laat het ons zeker eventjes weten. Want dan zorgen we ervoor dat dat ook via jullie gedeeld wordt. Ik wens jullie... veel succes dit seizoen en zien jullie sowieso op de NNF Cup 17 juni 2017. En dan gaan we er weer een mooie dag van maken, man.